Ik ga tuinieren. Gezicht is van de les ambassadeur, ja. Nou, we hebben alleen even het begin gefilmd. Ja, het is echt 10 mei. Wij zijn dus bij het restaurantje. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkijkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is maandag. Maandag, het is al middag. We hebben lekker gewoon met z'n tweeën uitgeslapen. Zonder lawaai om ons heen. Ik was wel vroeg wakker, maar gewoon een beetje zo lekker trutten. En toen ben ik gaan tuinieren. Ja. En Sophie is al op bedden en zo gaan regelen. En ons spulletje binnengekomen. En we zijn het echt aan het inrichten. Nu hebben we vrij. Ik had echt gewoon wel 5 emmers met onkruid, hè? Overal zo onkruid weggehaald. We hebben op zich wel een tuinman, daar zijn we met een bedrijfje bezig, maar het vlot allemaal niet zo. Dus we moeten even kijken wat we daarmee gaan doen. Maar ergens, als we hier meer zijn, vind ik het misschien ook wel leuk om dat op te gaan nemen. Ja, maar dan kan je dan altijd tegen zo'n tuinman zeggen van als wij er zijn, dan hoef je niet te komen. Ja. En anders wel. Maar ja, als wij er niet zijn, moet het wel gedaan worden. En we hebben allemaal wel lege bloembakken en zo. Dus we gaan nog wat plantjes tochten in deze dagen. Dus zoveel dagen hebben we niet meer, schat? Nee. We gaan overmorgen naar huis. Ja, maar we moeten wel eigenlijk even een plantje halen. Ja. Want er zitten toch een stuk of 10 dingen waar een lege plek zit, waar een mooie plant in kan. En morgen is de markt. En ja, we kijken op de markt en anders dan rijden we naar een soort tuincentrum hier zo in. Ja. Die hebben ze hier ook. Ja, die hebben ze hier ook. Ja, het zwembadmotortje draait. Het gastenverblijfje, dat is nog het enige wat we even moeten gaan doen. Ja, de lattenbodem was eruit geklapt. Ja, dat is zo'n IKEA-bed. En ik zat wel even, heb ik gewoon maar vastgeschroefd nou, dat je niet meer in kan klappen. Het is een goed bed hoor, want ik denk dat de helft van de Nederlanders dat bed wel al heeft. Hier is een keer iemand doorheen gezakt. Kijk, ja, hier, de bloemetjes die bloeien hier. En die gele is volgens mij gewoon onkruid. Want die staat er op die dingen ook, maar die heb ik laten staan. Ja. Maar het is hier wel dit heb ik natuurlijk nog niet gedaan, hè, dit hoekje. Ja, ik heb één tak daar afgeknipt. Je hebt daar zeg maar ook allemaal nog tuin. En daar, en het is allemaal een beetje... Ja, dat is een beetje een soort afgrondtuin. Ja. Dat is een beetje rommel. Want hier is de weg. En dat is iets waar we een keuze in moeten gaan maken of we het erbij gaan trekken of niet. Maar eerst maar zetten. Maar dan moet er wel een hele wand geplaatst worden en heel veel zand hier naartoe. En dat is wel heel. Dat is echt een flinke investering. Dus of we dat moeten gaan doen, dat weten we niet. Want op zich is de tuin ook groot genoeg. Ja, hier is het gastenverblijfje. Kijk, dit is nog een van mijn tuindingen die ik nog niet opgeruimd heb. Die heb ik daar afgeruimd, want daar liep je elke keer tegenaan. Hier groeit ook onkruid. Ja. Kijk, dit is het bed en daar is een keer iemand erin gezakt. Dat is daar gemaakt. En sindsdien is dit bed eigenlijk niet meer... Ja, het is een beetje gammel geworden. Dus dan heb ik er gewoon hier, daar en daar 2 schroeven in gedraaid. En dan kunnen we niet meer inschuiven. Maar is het probleem met de lattenbodem opgelost, hoop ik. Ja, en op zich is de ruimte er hier wel voor om dan... Om hem altijd opengeklapt te laten staan. De andere kamer is wel smaller, dus daar heb ik hem nou wel Klopt, want als wij hier de volgende keer aankomen, dan komt jouw familie ook gelijk aan. En dan zijn we hier s'avonds om 10 of 11 uur met 15 man. Ja, dan wil ik wel dat alles al klaar staat. Want anders dan heb je er ook geen zin meer in om dat nog te gaan doen. Zeg maar, die kant toe kan ik er jou aan deze kant met 1 hand. Oh, het lukt jou gewoon. Nou. Kijk, ik sta lekker te niks, hè. Hop. Ik ben heel de tijd al met die matrassen bezig. De andere bent ook gedaan. Sterke vrouw heb ik, hè. Houd op. Moet wel eerst die goed leggen, hè. Zo, hé. Hey. Hey. Hey, doe ik dat. Nee, ik wil goed mij. Ja, ik slapen. Ik denk dat onze kinderen hier gaan slapen. Oh, dat kan makkelijk dat ze dat willen, ja. Nee, ja, nou, zo had ik tijd bedacht. Dus onze kamer slapen wij. En waar wij nu slapen gaan jouw ouders. Ja. Kamer daarnaast de twijfelaar. Jouw zus. Ja, met de man. Dan hun 4 kinderen in die kamer met 4. Oh ja, ja, ja. Junior bij ons. Op een matras naast het bed. Ja. En dan hier Eline, Floor, Guusje van Lief. Oh, dat is leuk, ja. Zo had ik hem een beetje. Zo heb ik hem een beetje bedacht. En op zich wel leuk. Dat hebben wij. Wij kunnen niet zonder meer.
Iedereen weet wel een beetje dat Sofie een beetje hoofdgezicht is van Celeste ambassadeur. Ja, daar is echt toevallig gekomen. We zijn daar, we waren een van de eerste die ze benaderd hadden om te promoten, denken wij. En ja, omdat wij door ons heel, toch heel goed verkocht, omdat wij het bekendgemaakt hadden. Maar daar kom ik er zelf heel tevreden over zijn. Ja. Dus dat hebben we wel geleerd. We doen natuurlijk wel als we zo wat reclame maken voor bepaalde merken. En we hebben één ding geleerd, het moet wel bij ons passen, anders moeten we het niet doen. Want ik heb ook een keer, we hebben twee keer een foutje gemaakt. De echte goede volgers die weten dat, we hebben een keer pizza's gedaan. Dat doen we niet meer. Dat had ik geregeld, dat was met een soort koptelefoon. Maar ik gebruik nooit een koptelefoon. Ik wilde daar ook wel eens Kan jij dan maar eens regelen? Dus ik heb zo'n koptelefoon nu geregeld bij zo'n dingen. Maar dat was helemaal niks, want ik heb nooit een koptelefoon op. Nee. Dus het moet bij je passen. Dus het is we moeten gewoon. En Celesta is echt gewoon. Ja, dat is echt. Ja, we zijn er gewoon heel tevreden over. Het ligt echt heel lekker, het is makkelijk. Sofie heeft de hekel aan die puntjes zo. Ja, nou, ik had dus hier toen de Celesta nog niet had opgedekt, onder het andere dekbed sliep ik toen straks, of vannacht. Ja, dan heb ik die puntjes, daar irriteer ik me eigenlijk zo aan. Maar hier liggen ze al op en daar is daar Teddy. En ja, daar zit gewoon altijd goed. Het is gewoon eigenlijk slaapzak. Ja, maar geen slaapzak. Zonder rits. Geen slaapzak materiaal, zeg maar. Want die vraag krijg ik heel veel. Maar lijkt het dan niet op een slaapzak? Maar zo'n slaapzak is meestal een beetje synthetisch. Ja. Daar is dit niet, zeg maar. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar we hebben op alle bedden hier 14 stuks. En dan alleen op die onderschuifbedden niet, want we hebben 16 bedden hier. Maar die 14 bedden hebben we allemaal nou. Dus een Celesta-dekbed erop liggen. Allemaal. Ja. En gewoon in Spanje. Gewoon hier bezorgd. Ja? Dat was ingewikkeld, of niet? Nou, dat is wel speciaal voor jou. Nee, dus maar toen heb ik dat gevraagd. Dus toen hebben ze Spanje erbij gezet. En toen heb ik het bij Koen laten afleveren, want dat wij hier niet aan het zijn. Dus Koen die stuurde een foto. Wat heb jij nou besteld? Er waren 65 van zulke dozen. Helemaal vol met Celesta dekbedden. Dus dat is wel grappig. En eigenlijk eerst wilde ik grijs nemen, maar ik wil een beetje naar de witte kleur. Maar misschien op besmettelijk. Kun je zo makkelijk wassen. Ja, ach ja. Dat is een keertje gek doen, hè. Zo. Kijk, opgedekt, hè? Ja. Naar nog wat boodschapjes gedaan te hebben, zijn we nu bij de tuincentrum, ja. La Vega. Het tuincentrum, maar er staan hier toch wel echt wel hele gave olijfbomen al en palmbomen, zeg. Dat is ja, nou ja, in Nederland zo'n ding gewoon 1000 euro. Wauw, is wel een mooie. Mooi, ja, heel mooi. Deze zou wel heel mooi zijn op dat wit, met die witte steentjes bij ons het middenstuk. En bovenop? Nee, gewoon nog bij de parkeerplaats. Oh ja. Ja. Hè? Ja. 141. Dat is ook een mooi ding. Palm? Ja. Oh, dat is helemaal gaaf, dat middenstuk. Palm. Zo'n palm ding. 40 euro deze lamp. Nee, die palmen die gaan nog uit de grond natuurlijk, hè? Die daar ook staan bij ons. Ja, dat is wel. Ja, we gaan even heel snel in de winkel, want om 7 uur sluit ze en het is 6:30. Nee, het is ook 6:45 inmiddels. Oh, dus we gaan even heel snel naar binnen. Even kijken. Ja. Deze vind ik wel mooi. Ja. Deze. Ook een mooi beeld. Oh ja, die is wel mooi, ja. Ik denk, hebben we die mooi daar? Nee, dit vind ik echt heel mooi beeld. Mooi beeldje, ja. Ja, waar zijn die zo van de beeldjes? Een Boeddha heb ik wel. Ja, hier is ook een Boeddha. Zijn hier planten geschoten? Nee, ja, wij zijn de intratuin gewend. En dan. Oh, dat zijn ook bakken, ja. Ja. In Nederland kunnen we dat niet vinden, dan zijn we naar zoiets op zoek, net als dat. Ja, deeltje, echt heel mooi. En daar ook allemaal. Blanco. Hier, deze ook. Hè? Ja. We zijn hier mee duur op. Dat is toch heel anders dan bij ons. Nou, we hebben alleen even het begin gefilmd. Ja, het is echt zo gaaf hier. En de prijzen vergeleken met Nederland zijn hier echt zo anders. Het is
Oh, hier heb je een hele citrusbomen afdeling. Oh, dat is wel voor jou. Ja, ja, die olijfbomen, ja. Dat is, zie je bij ons toch niet. En zo... 290 deze. 116. Ja, die wordt ook groot. Ja, die ene is wel heel, weer heel mooi. 193. Als je heel snel zegt. Dan is hier veel. 193. Oh, hier die citroenbomen. Kijk nou, joh. Ja, hier deze hoge palmen ook hier in die pot. Die dingen. Het is hier net zo'n soort dierentuin, zeg maar. Deze. Oh, wauw. Die zijn wel mooi. Oh. Zoiets dan in het midden, hè? Ja. Deze is 560 euro. Oh, dat zijn wel mooie bomen. Wauw. Mooi, hè? Ja. Hier opnieuw wat kleiner, hè? Ja. 215. Kijk wat er aan aanhangt aan zo'n boompje. Ja. Wil je zelf die citrusafdeling kijken? Ja. Hier, kijk hier, jongen. Ja, dat is helemaal mooi met bloesem en heel mooi. Moeten wij een keer op ons gemakje al? Ja, je moet er maar niet nu heel snel. Je moet er maar nog een keer naartoe. Kijk hier, mega citroen. Eentje. Misschien is het ook wel mango, Jan. En, oh ja, en avocado. Ja. Ja, zo'n mooi mango boompje, ja. Dit zijn wijnranken. Ja, dat is ook leuk. 126. Oh, dat is dan wel weer pittig. Oh, mango, dit is een mango boom. Kijk. Ja. Nou, die nemen we mee. 72 euro. Ja. Is mooi? Ja? Ja. Oh, hier is een kleinere mangootje nog. Kun je net zo goed zo'n kleintje nemen? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat is een jaar. Wat zit er het verschil in? Die zijn maar 20 euro. Daarom, dat is een jaar. Nou, kunnen we die nou al meenemen? Weet ik wat, ik ga wat planten dan. Hoppa! Ja. Wat zijn dit? Grapefruit. Soort van. Zo, hoe heet dat, zo'n dingen? Ja, moet je niet wat het is. Oh, granaatappel kunnen we ook nog wel nemen. Ja. Ik ga de camera uitzetten. Wij, ja, ga jij maar eens shoppen. Vanuit het tuincentrum zijn we naar huis gegaan. Nee? Ja. Toen hadden we boodschappen gedaan. Ja. Toen zijn we naar huis gegaan. En we wilden eigenlijk nog even lekker thuis blijven. En naar het centrum rijden. Maar het is toch stiekem al best laat. 8 uur denk ik. Dan denk je, als ik dan nou eerst nog in bad moet en mijn haar wassen. Dan is het zo 9:30. Dan wordt het weer zo laat. Dus wat gaan wij doen? We hebben altijd, als we hier omhoog rijden naar ons huis, dan komen we voorbij een restaurantje. En daar is het altijd best wel druk. Dus ik heb net op de kaart gekeken wat het is. Nou, het is Mexicaans en Indiaans en Italiaans. Ja, beetje dus, rare combi, ja, Indiaans met Italiaans. Dus we dachten, weet je wat we gaan doen? Het zijn gewoon 3 werelddelen in een restaurant. We gaan gewoon lopen. Ja. Het dus is 9 minuten lopen. Nu nog 8 dan. Ja. Hier zijn de lantaarnpalen, dus nu zien jullie ons weer. Ja. Ja. Dan moeten we wel aan de goede kant lopen, de vorige liep aan de verkeerde kant. Op dat ene stukje, hè? Ja, ja, want dat was met die tegelings, je moet echt aan de overkant gaan lopen. Hier aan de overkant lopen. Is een stoepje, dus daar gaan we lopen. Het is hier niet zo geregeld als bij ons met fietspaden en voetgangers. Dat is Spanje niet. Het was vandaag wel heel lekker weer. 24 graden, weet je zo, 23, 24 graden. We hebben nu wel een vestje aan. En we zullen eens gaan kijken. We dachten van, we gaan daar een keer met de kinderen eten. Want dat is heel goed hoeven te doen. Maar we gaan gewoon eerst zelf eventjes voortesten. Dat vind ik wel handig als het op loopafstand is. Dat is ook wel leuk. Je kan lekker naartoe lopen, hè? Dat is gezellig. Je kan elkaar een beetje plagen. En morgen hebben we op het programma staan. Eerst willen we gaan koffie drinken, ontbijten bij het churrostand. Dat hebben we nog niet gedaan. En die moeten we nog goede vinden hier in de omgeving. Dus daar gaan we ook al op vooronderzoek uit. Dat gaan we morgen doen. Dan gaan we even over de markt. Het is een hele grote markt hier. En vorige keer zijn we daar geweest, maar toen regende het. Dus ja, toen zijn we eigenlijk zo weer gestopt. Daarna gaan we terug naar het tuincentrum. Maar Jan die heeft zoveel planten en alles gezien. Nou, dan moesten we te gehaast. En ik koop ze allemaal lekker klein. Want dan kunnen ze allemaal gewoon groot worden.
Dit is toch echt wel... Maar jij vindt het ook leuk? Ja, die hebben we toch gekocht met oog op de toekomst. Het volgende natuurlijk niet. Nee. Dat was echt om te oefenen. En nou hebben we echt, ja, we wisten wat we wilden. We hebben heel lang gezocht. En we hebben echt wel... Ik sta nog steeds van te kijken. Ik besef het nog steeds niet helemaal. We hebben het er net samen over gehad. Ja. Wij liepen weg en wij stonden te kijken. Zei, ja, het is eigenlijk nog zo onwerkelijk dat dit ons huis is. En toen zei hij nog, ik vind het eigenlijk nog mooier dan het huis in Nederland. Ja, eigenlijk wel, ja. En, in Nederland zou dit echt, als we dit tegen waren gekomen, hadden we misschien al wel gekocht. Bij ons in de buurt. Bij ons in de buurt, maar het is maar goed dat dat niet gebeurd is. Dat we zoiets niet tegengekomen zijn. Nee. Nou, dus we gaan dan nog plantjes halen. Daarna wil misschien nog even naar Tormelinos. Dat is de hond die we altijd horen. Ja. En daarna komen ze het bed leveren. En ja, de dingen is niet helemaal bekend. Die drogen, dat is echt heel irritant. Maar anders zetten we de poort maar open. En dan hang ik een briefje op, had ik in bedacht. In het Spaans. Ja, waarop ik zet beste bezorger. Ja. Zet hem maar weg. Zet hem maar gewoon binnen de poort. Dan zal hij dat vast begrijpen, toch? Dat weet ik niet. En doe de poort dicht. Oh, dat kan ook nog, ja. Als je hem dicht trekt, is hij op slot. Ja. Dus dat is op zich wel een goeie. Ja. Verder komt er niet zoveel mensen in die straat. Dus... Nou, op naar het restaurant. Zometeen gaan we even vertellen hoe het was. Wij zijn dus bij het restaurantje. En we beginnen met de schaal mix platter. En... garlic, naam. Een naam, maar ja, misschien wel gewoon ook pizzabodem, ik weet niet. Ja. Ja, hè? Wel lekker. Nou ja, echt Indiaas. Wij zaten al, dat is echt een beetje Engels. Uit India. Ja, dit is Indiaans, uit India. Indiaas, zonder N. Oh. Ja, want dan heb je een Indiaan uit Amerika. En in Nederland heb je daar eigenlijk niet zo vaak. Daar hebben we meer Indonesisch weer. En hier zitten veel Engelsen, dus dat is echt iets Engels. Als ik goed opgelet heb bij geschiedenis en topografie, Engeland had natuurlijk India en Nederland had Indonesië. En daarom hebben wij veel Indonesische invloeden. En Engeland veel Indiaanse invloeden. Maar de Indiaans vind ik eigenlijk lekkerder dan Indonesisch. Maar in Nederland zie je het bijna nooit. Maar hier in Spanje zien we het heel veel. Van dat doorgekookte. Nee, dus hebben die doorgekookte boontjes. En, nee, ik vind dat niet zo. En dan allemaal met die eieren. En, nee, en dit is die tikki masala. En het allemaal wat spicy en wel vettig. Dus wij gaan het lekker proberen. Nou, wij zitten lekker aan de tikki masala. En dat was heel leuk. Madelief stuurde een berichtje. Zal ik nog een stukje vloggen? Dus wij, ja, is goed. En dan stuurden ze door. Dus we hebben net gekeken. En dit was het dagje uit ons leven. Nu komt een dagje uit Madeliefs leven. En ik ga slapen. En mama en papa zijn in Spanje. Aan het werken voor de bedden en zo. Hey Louis, dat mag jij niet pakken, hè? Hey, kom hier. En hier is Louis. Oh. Kees. Ja. En ik ga even mijn tanden poetsen. En dan ga ik slapen. Ja, jij ook, Louis. Dan slaapt Louis altijd naast mijn bed. Dat zien we je gaat slapen. Ja? Laat jij zien waar je gaat slapen. Laat je, ga je dat laten zien. Ja, kom. 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 Goed zo. Kijk. Dan leggen we de camera even hier zo. Ja, kom maar op. Dan ga je altijd slapen. Dan ga je vandaag slapen. Je zegt ook weer tegen Sander, hè? Waar ga je vandaag slapen? Waar ga je vandaag slapen, Louis? Louis, waar ga je vandaag slapen? Waar ga je slapen? Ga je hier slapen? Hier? Ga je hier slapen? Ga je hier slapen? Nou, Louis gaat hier slapen. En dan ga ik altijd, als ik mijn tanden poets... Louis,
Dan doe ik even hier dicht aan. Dan ga ik hier zo staan. Voor de spiegel. En dan pak ik zo'n wegwerptandborstel, want mijn tandenborstel, dat ding is eraf. En dan pak ik deze crème, night crème, de mama, en die doe ik dan op voordat ik ga slapen. En dan ga ik meestal nog even lezen. En dan ga ik naar bed. Thank you.